Burgemeester John Berends blikt tevreden terug. Maandag werd in de burgerzaal van het stadhuis de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Burgemeester John Berends hield een ruim 20 minuten toespraak waarin hij terugblikte op een goed Apeldoorns jaar. De 14e editie van Serious Request was echt de kers op de taart van het jaar 2017. Natuurlijk liep niet alles in 2017 zoals wij dat wilden. Dat is inherent aan het openbaar bestuur, maar ik durf in brede zin durf ik toch 2017 te typeren als een goed jaar voor ons Apeldoorn. En als je boven Apeldoorn vliegt, en als het aan het kabinet, heb ik nog even begrepen via de media, en de commissaris van de Koning in Flevoland ligt, dat straks heel laag. We zullen zien wat het wordt. En je kijkt naar beneden, want je vliegt even boven Apeldoorn en je kijkt naar beneden, dan zie je een gemeente die in volle beweging is. Apeldoorn was het afgelopen jaar in trek bij de toeristen. Het aantal steeg enorm, vooral bij Paleis Het Loo en de Apenhul. Ook het aantal inwoners steeg veel meer dan verwacht. Kon ik vorig jaar melden dat wij Julia, de 160.000ste inwoner hebben, die in dit geval binnen onze gemeentegrenzen. Inmiddels zijn we op 161.000. En dat is eerder dan wij hadden voorzien. John Berends keek ook alvast vooruit. Een jaar als 2018 waarin we met elkaar vast weer hele mooie dingen gaan doen en ook beleven. Een jaar waarin we met elkaar weer knopen moeten doorhakken, zoals het dan in de politiek heet. En maar ook problemen gaan oplossen. En u weet, een gemeente is nooit af, maar dat geldt waarschijnlijk ook voor de vele organisaties die hier ook vanavond vertegenwoordigd zijn. Het zijn altijd knopen die we met elkaar moeten doorhakken. Een jaar ook waarin er sprake zal zijn van concurrentie onder elkaar. Zo noem ik het dan toch maar even. Want, zover u het niet zou weten, maar dat twijfel ik eigenlijk ook nog aan, want u weet dit volgens mij. De gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart staan voor de deur. De burgemeester sloot af met zijn nieuwe liefhebberij met een confetti-kanon. Dames en heren, ik wens u een gezegend, gezond en geweldig 2018 toe. Met allen die u lief en dierbaar zijn. En daar heb ik zal u zeggen, ik heb een hele doos met dit soort confetti-dingen gekregen. En ik moest er toch een keer opmaken. Dus nogmaals, een heel goed 2018. Vrijdagavond in het programma Het Speelveld wordt er meer aandacht besteed aan de nieuwjaarsbijeenkomst. Ik heb de schoonmaakdienst toegezegd dat ik morgen help met vegen. Dus u mag er overheen lopen. Geniet nog even van onze receptie. Dank u wel. Morgenochtend is de kans op mist groot. Daarna klaart het op en is er ruimte voor de zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 7. In de avond en nacht is het vrijwel bewolkt en kan er mist ontstaan. Er staat amper wind en het kwik daalt naar zo'n 3 graden. Vrijdag is het bewolkt en droog met kans op mist. Zaterdag is het wisselend bewolkt en blijft het droog. Overdag wordt het een graad of 4 en 's nachts wordt het rond de 2 graden.